En wat eten we vandaag? Saltimbocca met polenta friet en gegrilde vijgen artichok salade. Wow. Ciao, tot die bene. Ik ga een saltimbocca maken, maar dan een snelle saltimbocca. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, kalfsoesters, parmaham, salie, saltimbocca. Neutrale olie. Boter, gedroogde tijm, melk, water, polenta, natuurlijk knoflook, parmezaan voor de polenta friet. Vijgen, artisjok, balsamico, voor die gegrilde salade, rucola maak ik ermee af. En de rest is een shitload aan liefde. Zulke warme, zure, zoete smaken bij elkaar, hier word ik nou echt heet van. We gaan beginnen met de polenta, want ik ga polenta friet maken. Pannetje warm, daar gaat een klein scheutje olie in. Ik gebruik daar even, ook al is het Italiaanse keuken, een neutrale olie voor. Knoflookje, onmisbaar in de Hugo keuken, maar ook in de Italiaanse keuken. En wat gedroogde tijm. Nou, knoflookje snij ik gewoon eventjes, lekker niet te fijn. Mag al meteen in de olie, ook al is de olie nog niet heet. Dan zwelt hij mooi op qua temperatuur en geeft hij meer smaak. Tijm hetzelfde verhaal. Laat dit maar gewoon eventjes gaan. Dit blus ik dadelijk af met melk en water. Dat breng ik aan de kook. Daar gaat die polenta in. Wat is nou polenta? Ja, dit is polenta. Dit is een soort grof maismeel. Je kunt het als pap eten of je kan hem een beetje laten inkoken en laten stollen, hard laten worden. En dan kun je dit plakken snijden, kun je het mooi krokant bakken. Je kan er eigenlijk alles mee doen. Polenta, ja, is onwijs lekker. Kijk, knoflook begint te kleuren. Nu blus ik hem af met melk en water. En dan ga je met een garde gaan we de polenta er doorheen roeren. En dat moet je echt in beweging houden. Je zult zien, dat gaat eigenlijk meteen een binding geven. Dan wordt het zo pap en dat wordt steeds dikker. En je moet een beetje stevige consistentie hebben. Dan heb ik hier wat boter. Nou ja, het gaat erom dat je even een klein beetje boter in die schaal hebt. Want ik ga de bakpapieren doen, dan blijft het bakpapiertje mooier zitten. Hier stort ik de polenta zo in. En dat wordt op een gegeven moment zo dik dat het frietjes kunnen worden. Ja, het gaat gewoon stollen straks. Maar dan moet je hem dus even terugkoelen, dus daarom begin ik hier even mee. Hij kookt, komt hij aan, polenta. Gaat erin. Zie je wat er gebeurt met die melk? Je denkt meteen, oh. En nu ga je gewoon roeren. Het gaat enorm snel. Ondertussen ga ik verder met mijn groenten en fruit. Ik ga namelijk vijgen grillen. Oké. Okay. Best apart, hè? Ja. Samen met artisjok. Artisjok uit blikkie, uitfrieten en uit laten lekken. Die zijn op zuur. Vind je dat nou niet zo heel lekker? Kun je ze gewoon even afspoelen. Kijk, die polenta, zie je? Die begint nu dikker te worden. Mais heeft ook zetmelen en het gaat nu binden. En als ik eigenlijk de juiste dikte heb, dan ga ik hem op smaak brengen met roomboter en parmezaanse kaas. Ondertussen hebben we de verboden vruchten, vijgjes. En vijgen, dames en heren, is best een leuk verhaal. Het zijn natuurlijk gewoon onwijs lekker, dat is één. Maar die zijn ook nog eens lustopwekkend. Ja, het is dus echt een afrodisiak. Dus het werkt echt. Het is wel vooral voor dames. Dus voor vrouwen werkt honing en vijgen lustopwekkend. Dus ja, bij een date en je wil verder dan gezelligheid, doe je dat. Oeh! Kijk eens jongens. Zie je wat er hier is gebeurd? Hij is nu, vind ik, de mooie consistentie, oftewel mooie dikte. Nu pakken we goed wat parmezaanse kaas. Parmigiano! Vuur maar uit, parmezaanse kaas. Lekker veel. Er gaat mooi wat roomboter doorheen. Dan wordt hij extra smeuig van. Zwarte peper. Zout is niet nodig, want je hebt natuurlijk al parmezaanse kaas gebruikt. En wat belangrijk is nu, omdat je dus reepjes wil snijden en zo, is dat je hem even glad strijkt. En dat is heel makkelijk, want het is een prachtig zacht product. We willen friet. Waarom? Omdat het lekker is. Deze gaat de koelkast in. Die stijft mooi op en die wordt stevig. Dus ja. Die prachtige vijg die lustopwekkend is voor de dames. Nee, maar verzin je dit niet? Nee, ik verzin het echt niet. Dit is geen grap. Het is geen Viagra of zo. Het is niet... Vijgra. Vijgagra. Artisjokka. Een held op artisjokka. Deze snij ik ook gewoon eventjes of half of in kort. Ligt er aan de grootste zijn. En die gaan er gewoon bij. Je zag hoe ik het strooide. Dat is heel belangrijk. Oh ja, dat snap ik. Oké, we zijn er. Hier heb ik artisjokken. Met vijgjes, gecombineerd. En wat ik nu doe, is een beetje balsamico eroverheen. En geen balsamico stroop, maar gewoon balsamico azijn. Dat gaat natuurlijk in de oven een beetje inkoken. Het gaat verdampen. Wat hou je over? Balsamico stroop. Balsamico is van druiven gemaakt. Heeft al superveel suikers, ondanks die zure smaak.
Zet hem op het vuur. Ga er niet boven hangen, want je krijgt prikoog en je neus schiet vol. Want die zuren verdampen en die suiker die kookt in en dat wordt gewoon een stroop. Witte balsamicozijn wordt gemaakt van? Witte druiven? Nee, dus ik stap erin. Wel witte druiven. Oh, wel. Oh, shit. Het is veel lekkerder. Maak je eigen balsamico stroop. It's peanuts. Een beetje zo eroverheen drizzelen. Een beetje peper, jongens. Alleen een beetje peper. En kijk, nu heb je gewoon een dun laagje azijn. En dat wordt vanzelf naar stroperig. En hoe gaat dat? Gewoon in een oven. 200 graden. Hoppakee. We gaan verder. Met? Die saltimbocca's. Pak een stukje slagersfolie. Dat is slagersfolie, is eigenlijk plastic folie wat niet plakt. Je kan het ook met gewone folie doen, maar die is wat minder stevig. Oké, een mooi oestertje ertussen. Hey, kalfsoester is een heel mal stukje van het kalf. En dat is een heel fijn, mager stukje wat heel fijn is voor kort te bakken. Een originele saltimbocca pak je geen oester voor, want dan is het te droog. Want dan wil je lang, dan wil je vet hebben. Dan pak je schenkelstuk, maar dit is ook wat zei, de Speedy Gonzales, de snelle saltimbocca. Nou ja, een echte saltimbocca heeft gewoon een paar uur nodig, moet gewoon mooi in een dikke jus hangen. Dan moet een mooie schenkel op, wel met salie en zo, maar anders. Een mooi oestertje ertussen. Dus nogmaals, normaal heb je met een schenkeltje een dikke plak, bla bla bla. En probeer nou even niet meteen te hard te slaan, want dan krijg je gat erin en dan gaat die valt uit elkaar. Je wil van binnen een beetje naar buiten slaan. En als je dat nou niet lukt, dan moet je gewoon denken dat Chris zijn hoofd hier ligt. Dit zijn van die gerechten die je dan 's middags al een beetje kan voorbereiden. Sta je in de keuken en dan schenk je al een voorzichtig glaasje wijn in. Mag best. Zo is het goed. Goede halve centimeter tot een centimeter is goed. En dan kun je een beetje muziek maken, hè? Dus dan heb je je LP'tje aan, je plaatje op staan en dan kun je een beetje meetikken met Eros Ramazzotti of zo. Weet je wel, dat is leuk. Of Luna 2. Luna 2. Giro zaras vino de la luna. Ja, come vedi. Contadora imperi. Nou, dit is gewoon muziek maken dit. Ik vind dit eigenlijk een ideaal zondagmiddagreceptje. En niet omdat hij zo heel ingewikkeld is, maar omdat je dan zo lekker je tijd kan pakken en het rustig kan voorbereiden. Je zet een plaatje op. Nou, dit vind ik heerlijk, ja. We hebben die mooie saltimbocca's. Ik moet even kijken hoe de vijfjes gaan. Nou, dat gaat goed. Zie je wat hier gebeurt? Dat die balsamico nu een beetje stroperig aan het worden is. Die vijg geeft wat sap af. Deze is klaar. Heeft nog een beetje bite. Die laat ik gewoon eventjes hier staan. Dit wordt namelijk de salade. Ga ik verder. Die saltimbocca. Parma. Sali. Sali, ook fijn hè. Hele jaar in de tuin. Het is een beetje zo'n stoffige plant. Het lijkt alsof hij dons heeft. Maar die gaat zo lekker met kalf, jongen. Ik doe wat plakjes van die sali direct op het vlees. En dat mag best wel, wat zijn. Ik ga ze niet fijn snijden. Ik vind het ook mooi dat je terug ziet straks. Dat schijnt er eigenlijk een beetje doorheen zo. Dan doe ik er wat ham omheen. En dit trekt zich dadelijk helemaal om het vlees heen. En ik ga het ook wel een beetje vastzetten nog hoor. Het slavinkje. Ja, een luxe slavink. Wat jij wil. Ik doe het maar aan één kant. Ik ga ze niet helemaal ontwikkelen, want dan wordt het te zout. We gaan eens kijken hoe het met die polenta af is gelopen in de koelkast. Kijk. Hoe weet je of je gestold is? Daar heb je een trucje voor en dat heb ik echt op de kokschool geleerd. Als je nou een nat hoofd had, was je niet goed. Dus mijn chefs deden dat op school. En dan moesten we slagroom kloppen of zo, weet je wel. En dat is dan echt. Je bent een puber, je hebt een grote bek. Je wil niet kloppen. Daar ligt gewoon zo'n handmixer, weet je. En je ziet hem liggen en zeggen, nee, traditioneel, je moet het eerst met de hand kunnen voordat je apparaten gebruikt. Dus je werd gewoon moe en super brand en pijnlijk. En ik, oh. Ja, ik ben klaar. Ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Met je recalcitrant. Dat doe je één keer. Hij komt langs. Deze is stijf? Ik zeg, ja, meneer. Ik was er klaar mee. Hij zegt, is goed. Bam, boven mijn hoofd. Dus ik zeg, 1,5 liter slagroom in mijn haar. Hij zo, ik denk dat hij nog niet goed was. Goede oude tijd. Beetje olie in de pan, voor beide. Ook een beetje boter erbij doen. Bij die saltimbocca. Die polenta zit al boter in, die wil ik gewoon mooi krokant hebben, dus die mag wat meer temperatuur hebben. Dat vlees mag juist een beetje karamelliseren door die boter. Nu pak je die polenta, check eens even hier. Jij vroeg toch, wordt dat hard? Nou, wat denk je? Mooi stevig. Snijden we even over de lengte in. En dit kun je zo mooi scherp snijden, omdat het zo gestold is. Dat is te gek. En dan snijden we dus. Cubes, we noemen het gewoon cubes. Kijk, en om het nu even helemaal perfect te doen, snij je ook even die minder mooie kontjes eraf. En dan heb je gewoon een mooie cube. Zie je? Heb je nou nog een stuk polenta over, wat ik hier heb? Ideaal. Inpakken, invriezen.
Dan heb je gewoon altijd een affe polenta klaar liggen. Snij hem in punten, snij hem hoe je hem wil hebben. Vries het in. Nou, dan heb je gewoon, zoals je ook rustig wil in de vriezer kunnen liggen, kun je gewoon een stukje polenta even aanbakken. Die salt in bokka gaat erin. Oké, deze gaat. Wissel ik even de pannen. Kijk. Die ham zet zichzelf vast. Dus dan hoef je prikkertjes niet nodig. Maar dan zie je dat hij goed is als je bruist. Dan gaan de polentatjes voorzichtig in de pan. En deze moet je gewoon eventjes rondom bakken. Die saltimbocca is natuurlijk kalf, dus dat hoeft niet door en door het gort droog. Dus deze is mooi aangebakken. Zie je dat die ham helemaal strak omheen zit? Goudbruin. Oké, ik heb nog een klein beetje wat samenkomen zijn. Ik wil natuurlijk ook die salade een beetje gezet hebben. Rucola, vijgen, gegrilde artisjokken. Voorzichtig mengen. Hatsiflatsi. Oestertje, midden van het bord. Polentatje. Pak u de salade. En het is eigenlijk heel precies, maar je doet net alsof het gewoon erop gekwakt is. Just out of bed look. Je hebt natuurlijk die prachtige jus bij die salie, die parma ham, dat mooie kalfsvet. Niet eens opbinden, gewoon de echte, originele, pure jus. Beetje over die slot en bokken laten gaan. Nou, dames en heren, dit is hem. Ik ga even proeven. De polenta. Krokant. Smeuïg van binnen, krokant van buiten. Salt in bokka. Nou jongens, malser kan niet. Salie, zoutje. Ja, echt? Ja. Tuurlijk, gewoon lekker man. Wil je dit nou ook maken? Kijk gewoon even op 24kitchen.nl. Wat eten we vandaag? Nou, precies dit. Tot de volgende.